Dit is Help, ik krijg een baan. Waarin Klaas de enthousiaste Rinaldo een kans geeft als carrosseriebouwer. Dan bouw je aan bijvoorbeeld touringcars en podiumwagens. Welkom, ik ben Pierre Metters. Mag ik je voorstellen, Geert? Rinaldo. Geert is voor vandaag jouw begeleider wat betreft carrosseriebouw. Ja. Dus ik zou zeggen, trek je overal aan. Trek je werkschoen aan. En we maken er een leuke dag van met z'n allen. Zo, Rinaldo, daar is hij. Ja. Pierre, wat moet een leerling carrosseriebouwer kunnen? Een leerling in carrosseriebouw, die weet in principe nog niet veel. Die komen er echt wel binnen als leerling binnen ons bedrijf. Wat wel erg belangrijk is, is gewoon de wil om te werken. Een stukje interesse in het vak. En dan de jongens gewoon goed hun best doen. Dus het gaat om houding en inzet? Houding en inzet is toch wel heel erg belangrijk, ja. Voor mijn eerste opdracht moest ik een spatbord monteren. Dus, en er zat er al eentje op, dus kon ik bekijken hoe ik precies moest gaan meten. Dus op dat moment ging ik alles meten, alle drie de schroeven. En dan gaan uittekenen op de spatbord die erop moest gemonteerd worden. Toen ik dat gedaan heb, moest ik hem boren. Daar heb ik die drie gaten geboord. Op dat moment moest ik de spatbord gaan passen. En als het lukt, als het past, moest ik de schroeven er doorheen draaien en vastzetten. Het was best een simpele opdracht, omdat ik niet heel ontiegelijk veel moest doen. En dat alles nog kon afkijken bij watgene wat er al op stond. Zo, Rinaldo, zit hij vast? Ja, hij zit vast. Ging het goed? Ja. Goed, hoe vond je het? Is goed, ja. Heeft een beetje talent ervoor? Zo te zien wel. De eerste opdracht was simpel. Kunnen we het moeilijker maken? De tweede opdracht is een stuk moeilijker. Het is een grote zijwand zetten van 8 meter. Dus ze zal er wel meer problemen mee krijgen. Mooi. Wat voor een opleiding heb je nodig als carrosseriebouwer? Je kan tegenwoordig via de BBL-opleiding van de school doen voor tweede carrosseriebouwer. Dus 4 dagen werken in een bedrijf en 1 dag per week is dat gewoon de school. Eerste indruk van Rinaldo, wat is dat? Ik vind de eerste indruk van Rinaldo bijzonder positief. Hij kwam wel heel spontaan naar ons toe lopen en ik denk dat het er wel in zit bij die jongen. Bij de tweede opdracht moest ik de zijwand van de vrachtwagen plaatsen. Dat was op de zijwand moest ik eerst gekitten waar de plaat op gemonteerd werd. Toen ik dat gekit had, moest ik de zijwand gaan hijsen. Met een speciale hijskraan waar je mee vastzet. Op het moment kwam ook nog eens Klaas aan mij vragen of ik het leuk vond. Terwijl het eigenlijk gewoon op een spannend moment was, omdat het best moeilijk is. Maar goed? Ja. Ja? Ja, prima. Wat verantwoordelijkheid, hè? Ja, dit is een keer wat anders, hè? Ja. En toen moest ik de plaat erop zetten. Dan had ik hem tegenaan gehezen. Toen werd hij vastgezet met lijmklemmen. Toen ik dat gedaan, moest ik de bouten en moeren vast gaan draaien. Dus zat hij dicht. De laatste klep kan eraf. Oké. Okay. Opdracht heeft vervuld. Deze opdracht was wat moeilijker. Was een stuk moeilijker. Maar doet hij het goed? Hij heeft het heel goed gedaan. Hij heeft goed inzicht. Hij pakt alles goed op. Ik heb alleen maar pluspunten. Alleen maar pluspunten? Alleen maar pluspunten. De laatste opdracht, wat wordt het? Dak erbovenop plaatsen. En waar moet je dan op letten? De veiligheid, dat er geen ongelukken gebeuren. Dat is belangrijk. Oké. Heb je er zin in? Ja. Ja, ja. Wordt het moeilijk, denk je? Denk het wel. Bij de derde opdracht moest ik de dak van de vrachtwagen plaatsen. En dat vond ik zeer spannend en moeilijk, omdat dat ding zo ontiegelijk groot was om hem omhoog te halen. En omdat ik hem zelf omhoog moest hijsen, dan vond ik het best spannend. Op een gegeven moment had ik hem omhoog en dan moest ik hem gaan plaatsen boven het dak. En een beetje te gaan richten waar hij precies moest. Toen ik hem eenmaal had neergelegd, dan werd hij erin geslagen en was hij klaar. En nu moet er toch wel iets misgegaan zijn, toch? Deze keer ook niet. Ook niet? Nee, het ging perfect. Rinaldo, je bent een natuurtalent. Ja, ik hoor het. En je vindt het leuk ook nog? Ja. Zo'n fijne collega zijn. Ik vond het vandaag een te gekke dag. Dus ik ben benieuwd wat ik vandaag te horen krijg. Ik heb Geert gesproken en die was bijzonder positief. Nou, je toont tenminste initiatief, dus dat gaat goed. Dat is mooi. Ja, leuke dag gaat zo. Hoe vond jij het vandaag? Ja, heel erg gaaf. Wat kan je hem aanbieden? Rinaldo, die gaan wij een baan aanbieden als leerling carrosseriebouwer. Leerling carrosseriebouwer, hij gaat dus ook gewoon naar school toe. 4 dagen gaat hij bij ons werken en 1 dag gaat hij dan in de BBL-opleiding. En wanneer kan hij beginnen? Maandag. Maandag kan hij gelijk aan de gang. Hoe klinkt dat? Ja, zeer goed. Je hebt de baan te pakken? Ja. Super zeg. Ja, even een tip geven nu, hè. Surf voor meer info naar www.volkaart.nl. Nou, mooier kan het niet. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf.